In het militaire verhaal, want de MIVD waarschuwt voor Russische hackers die westerse steun aan Oekraïne proberen te ondermijnen. Die aanvallen, afkomstig van de Russische militaire geheime dienst, GRU, die richten zich op overheden en vitale infrastructuur van landen die dus hulp aan Oekraïne bieden. Nederland is, zo zegt de MIVD, nog geen doelwit geweest, maar dat wil volgens de organisatie niet zeggen dat we geen risico lopen. Onze minister van Defensie, Brekelmans, roept op tot waakzaamheid en samenwerking om die cyberdreiging het hoofd te bieden. We gaan erover praten met onze Rusland-correspondent Joost Bosman. Goedemorgen, Joost. Goedemorgen. Ja, groe-hackers dus, die proberen de westerse hulp in beeld te krijgen. Hoe ziet dat er precies uit? Die proberen gewoon in te breken bij allerhande overheden? Ja, ze kunnen inderdaad wel wat, die GRU. Ze hebben heel geavanceerde software en proberen dus met name de logistieke processen in de hulp voor Oekraïne, de militaire hulp voor Oekraïne, te saboteren. Mm-hmm. Dat is precies wat de GRU ook voor bedoeld is. Het is de club die waakt over de militaire veiligheid van Rusland. Hè. Zoals je de FSB hebt, dat is de voormalige KGB, die werkt voor de binnenlandse veiligheid. Dit is meer de militaire veiligheid. En dus zijn zij daar bij uitstek toe uitgerust. Ja. Hoe bijzonder is het dat de MIVD dit naar buiten brengt? Want normaal is een geheime dienst toch vrij geheim? Nou ja, daar is inderdaad wel. Dat is vrij bijzonder, omdat wat je zegt, het is geheim. En normaal gesproken wordt het altijd gewoon bij de diensten zelf gehouden. Je kunt je misschien herinneren dat het een keer eerder is gebeurd, in 2018. Toen kwamen ineens de Nederlandse, de Britse en de Amerikaanse geheime dienst mee naar buiten met gegevens dat de toen nog FSB had ingebroken in bijvoorbeeld. Bureau in Den Haag dat tegen de chemische wapens strijdt in de wereld. Nou ja, dat was toen al heel bijzonder, werd dat gezien, omdat dat toch voor de diensten zelf, die houden dat meestal voor zichzelf. Nou ja, dat het nu weer gebeurt, dat zegt dat er toch wel iets aan de hand is en dat Europese landen flink op hun hoede moeten zijn. Ja, opvallend, Brekelmans zegt dus dat Nederland tot nu toe geen doelwit is geweest. Hoe goed zijn die hackers in hun werk? Hebben we daar een beeld van? Nou ja, ze zijn heel erg goed. Er wordt gezegd dat het de beste ter wereld zijn in Rusland. En dat stamt al een beetje uit de tijd van na de Sovjet-Unie. Toen zag je dat Rusland tot chaos verviel en dat er een soort Russische maffia opkwam in de jaren 90. En die bestond uit al vaak zeer hoog opgeleide Russen die niet aan het werk konden, want er was gewoon geen werk voor hen in Rusland. En die hun kennis maar voor kwade doeleinden inzetten, zeg maar. En in de criminaliteit belanden. En daar ook heel erg goed in waren. Om internetfraude te plegen, banken te beroven, digitaal, dat soort dingen. Nou ja, en met die erfenis hebben we nog steeds te maken. En deze mensen die zijn ook op dit moment eigenlijk al worden die ingehuurd door de GRU. Die diensten hebben zelf vaak, heb ik wel eens gehoord, niet zo gek veel kennis in huis wat dat betreft, kunnen niet zoveel. Maar daarom maken ze deals met deze criminelen. Dan zeggen ze: wij laten jullie met rust, we zullen jullie niet vervolgen om je misdaden die je hebt begaan, maar op voorwaarde dat je dan nu voor ons werkt. En daar kampt het Westen mee. Ja, overheden moeten zich dus zorgen maken, maar bijvoorbeeld ook de toeleverende sector, hè, de logistieke sector bijvoorbeeld, staat ook onder aandacht van de GRU. Natuurlijk, kijk, het is natuurlijk een heel netwerk van leveranties van wapens. Dat er gaan overheden over. Maar het zijn ook die logistieke processen natuurlijk die van belang zijn. En dus is het ook in het belang van de GRU dat ze die hele waaier aan organisaties en bedrijven proberen te saboteren. Ja. Tot slot, ik geloof dat Amerika ook 6 van die hackers aangeklaagd heeft. Nou ja, die zullen zich niet buiten Rusland te begeven. Dus dat is misschien een beetje een symboolactie. Maar gisteren hoorden we natuurlijk ook het bericht dat Rusland via RT zou proberen om de Amerikaanse publieke opinie te beïnvloeden richting de verkiezingen. Hangt dit nou allemaal met elkaar samen? Of zijn dit verhalen los van elkaar?
Nou, het is eigenlijk, ja, het hangt wel samen. Het komt allemaal uit dezelfde koker natuurlijk. En het is ook eigenlijk nooit opgehouden. Hè. We hebben die trollenfabriek gehad in Sint-Petersburg. Die heeft toch wel vele vertakkingen gekregen. In tijden van verkiezingen zoals die in de VS die er nu aankomen, is er verhoogde activiteit. Anderzijds moet je het ook niet overdrijven. Want als je kijkt bij de laatste verkiezingen in Europa, hebben we er weinig meer over gehoord eigenlijk. En is er eigenlijk niet op grote schaal ingebroken in systemen of wat ook, maar voor zover we weten in ieder geval. Het is in ieder geval niet naar buiten gekomen. En daar komt ook bij dat het getrol op internet wel een beetje langs de tijd heeft gehad. Het is uitgewerkt. Mensen, internetgebruikers trappen er gewoon niet meer in. Maar goed, dat de veiligheidsdiensten uit minimaal 5 landen nu komen met een waarschuwing voor de activiteiten van de GRU, ja, dat is wel veelzeggend. Dankjewel, Rusland-correspondent Joost Bosman.